Ja, met een sterke laserpen schijnt iemand sinds een paar maanden vanuit Hoofddorp in de cockpit van landende vliegtuigen. Dat is gevaarlijk en het gebeurt op zo'n manier dat het lijkt of iemand dat zeer bewust doet. De toren eisen weer, de laser in Hoofddorp. Zelfs in het slechte weer. Tower, you know about the laser? Position? At 9 o'clock. No problem, but it is ridiculous. Tower, we have the laser light again. Yes, Hoofddorp. Roger. We are at 500 foot. Het is inmiddels geen kattenkwaad meer, want de lasers waar vliegtuigen mee aangestraald worden, die zijn inmiddels zo fel geworden. Daar moet je bewust een sterke laser moet je daarvoor kopen. Sinds afgelopen juli klagen tientallen piloten over een laser die bewust richting de cockpit schijnt. Het gebeurt telkens vanuit dezelfde richting, Hoofddorp. Ook gezagvoerder Arthur van den Hudding maakte het mee. Terugvliegend vanuit Madrid. Ik denk dat het ongeveer een hoogte was van zo'n 1500 voet, 500 meter boven de grond. Zei de co-piloot, hey, er probeert iemand met een laser ons aan te stralen. Ik had het zelf nog nooit gezien, dus vond het wel interessant. Ik keek even naar buiten toe, over de neus van het vliegtuig heen. En vervolgens werd de cockpit heel groen verlicht. Nou, dat is op zich op 500 meter boven de grond een vervelend moment. Omdat je dan ook naar buiten aan het kijken bent om de landing voor te bereiden. Schiphol heeft 6 start- en landingsbanen. Het gebeurt telkens als vliegtuigen vanuit zuidelijke richting landen op de Kaagbaan of op de Zwanenburgbaan. De landende vliegtuigen zijn goed te zien vanuit Hoofddorp. Hoe dichter bij de baan, hoe korter je ogen weer de tijd hebben om te wennen aan het donker. Je moet je voorstellen dat het net lijkt of je 's avonds in een donker huis of in een donkere slaapkamer je de contouren prima kan zien, je ogen zijn gewend aan het donker. En ineens doet iemand het licht aan. Dan ben je daarna eigenlijk weer even blind. En dat is ook wat er met een laser gebeurt. Een piloot die recent bezig was aan de landing heeft het gefilmd. Let goed op het omcirkelde groene stipje. Daar ligt Hoofddorp. Het vliegtuig is bezig aan de landing op de Kaagbaan. En ook een piloot die aan het landen is op de Zwanenburgbaan filmt de laser in zijn richting. Beide incidenten gebeurden eind september. Dat je cockpit in één keer fel verlicht wordt. Dat geeft even verstoring tijdens de landingsprocedure. Maar wat daarnaast heel hinderlijk kan zijn, is als de laserstraal echt in je ogen straalt. Die kans is wat minder groot, maar als het gebeurt, je blijvende letselschade overhoudt. In de periode tussen begin juli en nu is er na zonsondergang in totaal 30 keer met de laserpen geschenen vanuit Hoofddorp. Gelukkig tot nu toe zonder grote gevolgen. Maar wel komen er in totaal ruim 100 meldingen binnen van bezorgde piloten. Het schijnen met zo'n laserpen komt vaker voor. Onlangs nog vanuit Amsterdam op een politiehelikopter. In dit geval kon de politie de dader al snel traceren en aanhouden. Het bleek een puber die zich van geen kwaad bewust was van het gevaar dat hij aanrichtte. Bij onderzoeksinstituut TNO werkt wetenschapper Lex Toet. Hij inventariseert het effect van laserstralen op piloten. Als een piloot net de landing heeft ingezet, is dat een kritieke fase van de vlucht waarin je hem absoluut niet wil storen en zeker niet wil dat hij niet in staat is om zijn instrumenten goed af te lezen. En wanneer zo'n laserbundel bijvoorbeeld zijn oog treft of zijn cockpit snel oplicht, dan kan het gebeuren dat hij zijn nachtzichtadaptatie verliest, dat hij niet meer goed in het donker kan zien. En wanneer hij bijvoorbeeld naar buiten kijkt omdat zijn aandacht wordt getrokken door die bundel en direct in de bundel zou kijken, kan het voorkomen dat hij blinde vlekken ervaart, waardoor hij niet meer in staat is om zijn instrumenten goed te kunnen aflezen. Toren, het is weer zover. De laser uit Hoofddorp. Ik heb hier een model van het oog. En wat er nou gebeurt als ik hier een laser opricht, dan ziet u dat er zo'n felle punt op het netvlies ontstaat, waardoor er of blijvende schade of tijdelijke verblinding kan ontstaan. Als een vliegtuig landt op de Kaagbaan, vliegt het toestel vanaf Abbenes in één rechte lijn op de landingsbaan af. Het toestel vliegt aan het begin van de landing op een hoogte van ongeveer 600 meter. Tijdens een deel van de landing wordt er met een sterke laserpen vanuit Hoofddorp geschenen. De afstand tussen het vliegtuig en Hoofddorp is dan ongeveer 10 kilometer. Wat mij wel kwaad maakt, is dat mensen dit willens en wetens doen. Want daar lijkt het wel op. Ja, meneer Krasiewski, even voor de duidelijkheid. We hebben het hier niet over simpel kattenkwaad. Nee, uit ervaring van eerdere aanhoudingen weten we
dat we meestal met baldadige tieners, zo tussen de 12 en 16 jaar oud, te maken hebben die in de richting van helikopters en vliegtuigen schijnen. Maar in dit geval, en zeker door de regelmaat, maar ook omdat het steeds 's avonds en in de nacht is, denken dat het hier niet een puber actief is, maar iemand die willens en wetens de burgerluchtvaart in gevaar wil brengen. En dat is strafbaar. Volgens de wet staat er een maximale straf op van 15 jaar. En het is ook niet voor niks dat de verkoop van dit soort sterke laserpennen in Nederland verboden is. Vanaf het moment eigenlijk dat het begon, een paar maanden geleden, heeft u onmiddellijk mensen op deze zaak gezet. Klopt, we zijn sinds juli al van alles aan het proberen om de verdachte te vinden. Maar dat is helaas nog niet gelukt. Want elke keer als wij in actie komen om hem of haar op heterdaad te betrappen, dan houdt het schijnen op. We houden er zelfs rekening mee dat degene via bijvoorbeeld een scanner of een app op een smartphone meeluistert met de verkeerstoren. Nou, gelukkig zijn er aanwijzingen om diegene te vinden. Het belangrijkste is het werkterrein van deze dader, Hoofddorp. De dader slaat alleen toe na zonsondergang. Juist in het donker heeft een laserpen veel meer effect dan overdag. De meeste meldingen worden gedaan tussen begin juli en begin oktober. Tussen 10:30 s'avonds en 3:00 s'nachts. In augustus en september is de dader het meest actief. In sommige van die nachten geven nagenoeg alle piloten van landende vliegtuigen door dat ze last hebben van een laser vanuit Hoofddorp. De laatste melding was op zondagavond 4 oktober. Inmiddels is het al een maand stil. Op basis van de twee cockpitfilmpjes kan de politie niet precies zien waar de laserstraal vandaan komt. Het lijkt erop alsof de dader vanuit dit deel van Hoofddorp actief is. Het gebied ligt grotendeels in de wijk Bornholm. Het is niet duidelijk of de dader constant vanaf dezelfde locatie met de laserpen schijnt. Door de afstand van de laserpen tot de cockpit van ongeveer 10 kilometer is het voor piloten lastig om een exacte plek aan te wijzen. Bornholm lijkt dus de meest waarschijnlijke locatie. Maar de politie sluit ook andere delen van Hoofddorp niet uit als werkterrein van de dader. Er is ook geanalyseerd welke omstandigheden de dader nodig heeft om rechtstreeks met een laserpen op een vliegtuig te richten. Door die analyse weten de experts ook in welke omstandigheden dit juist niet lukt. Bijvoorbeeld midden in een woonwijk waar ik nu sta. Vanuit een plek zoals dit is het onmogelijk om een vliegtuig op 10 kilometer afstand te zien dat op 600 meter hoogte vliegt. Er staan simpelweg te veel obstakels voor, zoals huizen en bomen. Maar het kan wel als je maar hoog genoeg staat. Bijvoorbeeld op het balkon van een flat of vanuit een zolderraam. Je moet dus vrij zicht hebben om een landend vliegtuig 10 kilometer verderop te kunnen zien. De andere mogelijkheid voor een ononderbroken laserstraal is dat iemand vanaf de grond een vrij zicht heeft van minimaal 100 meter. Zoals bijvoorbeeld op deze plek bij een recreatieplas. Maar ook bij een voetbalveld of een pleintje hier ergens in Hoofddorp. Vanaf een plek zoals dit kan je het vliegtuig ook daadwerkelijk zien en beschijnen. We zoeken dus de persoon die vanuit Hoofddorp al meer dan 100 keer een vliegtuig heeft beschenen met een laserpen. Meneer Krasiewski, dat moet toch ook mensen bij hem of haar in de buurt zijn opgevallen, zou je zeggen? Ja, bijna 30 avonden en nachten is diegene actief geweest. En we zagen de laserstraal zelf is niet te zien. Maar het felle lichtpuntje in de lens van de laserpen is tot in de verre omtrek zichtbaar. Tenminste, als er in jouw richting wordt geschenen. Het zou dus kunnen dat mensen in Hoofddorp dat felle lichtgroene puntje gezien hebben. Bijvoorbeeld 's avonds tijdens een wandeling of vanuit de auto. En u hoopt dus dat vooral mensen uit de Hoofddorp vanavond misschien iets over die exacte locatie waarop die dader werkzaam is kunnen vertellen? Ja, op basis van de filmpjes uit de cockpit denken we dat ergens vanuit de wijk Bornholm is geschenen. Specifieker kunnen we het aan de hand van deze filmpjes niet maken. Maar met iedereen natuurlijk die weet door wie of waar vandaan geschenen is, willen wij graag in contact komen. En u kunt vanavond tippen uiteraard weer via live.politie.nl of de opsporingstiplijn gratis nummer 0800 60 70 of anoniem via M. Belt ook direct trouwens als u die persoon de komende periode bezig ziet met een laserpen. We zetten even alle mogelijke aanknopingspunten op een rij. Meneer Krasiewski, die dader is vooral actief geweest in de maanden augustus en september, hoorde wel. Ja, in die maanden zien we duidelijk een piek. Vanaf zonsondergang tot een uur of 3 s'nachts heeft hij soms wel tot 20 vliegtuigen aangeschenen met zijn laserpen. En we zien dat hij in augustus en september bijna elk weekend actief is geweest, maar ook regelmatig door de week, 's avonds en laat in de nacht. Kan ook misschien over diegene zeggen, er zijn ook periodes dat hij zich juist weer wat gedijst houdt. Ja, opvallend is dat de eerste incidenten plaatsvonden begin juli, maar in de periode van 11 juli tot 2 augustus hebben we geen meldingen gehad. Toen was hij er niet. Het zou dus kunnen zijn dat de dader in die periode op vakantie was,
of een andere reden had om zich koest te houden. Sinds 4 oktober hebben we ook geen meldingen meer, gelukkig geen meldingen meer ontvangen. Dus het is nu ook de mogelijkheid dat hij tijdelijk of niet, dat weten we nog niet, maar weer is opgehouden. Dan hoorden we ook al, de dader moet zich op enige hoogte bevinden of die hoogte opzoeken of vrij zicht hebben. Ja, inderdaad. Er moet inderdaad vrij zicht zijn. Dat kan dan natuurlijk op hoogte vanaf een balkon of vanaf een zolderkamer. Of de dader zoekt juist de afgelegen plekken op waar hij een vrij zicht heeft op de landende toestellen. En dat gebeurt dan altijd laat in de avond of vroeg in de nacht. En verder houden we dus rekening mee dat degene via bijvoorbeeld een scanner heel goed het luchtverkeer in de gaten houdt. Het zijn allemaal kleine puzzelstukken, maar hopelijk legt iemand thuis nu opeens een verband. Wie heeft er dus vanaf het Hoofddorp bewust op vliegtuigen geschenen met een sterke laserpen? Laat het weten via live.politie.nl of een van de volgende tiplijnen. Bel de opsporingstiplijn 0800 6070 of tip via meldmisdaad anoniem 0800 7000.